En het gaat beginnen. Achter ons staan natuurlijk een stel rode fans. En die beginnen gelijk al de ploeg aan te moedigen. En zo hoort het ook. Basil Camara. Osturk probeert die bal onder controle te krijgen. Gelijk een overtreding van zijn oude maatje. Carmelia. Komt die bal. Hoog. En, daar. Dennis Hollard, bijna. Tegen zijn oude ploeg. Is misschien wel weer een nieuw wapen voor DVS. Komt hij. Hoog. Probeerde Maurice eruit door te koppen, maar zijn tegenstander was wat langer. Christian van Hussen. Nou, aardige poging, maar toch wel een metertje of twee boven de deklat. Passeert daar een mannetje, gaat de combinatie aan met Olivier Pilon. Ja, Osturen kennen ze bij IJsselmeervoors, dus die wordt natuurlijk van tijd tot tijd redelijk aangepakt. Maurice de Ruiter. Even kijken of hij wat zijn trucs kan laten zien. Eén man, twee man, drie man, vier man. Oh, ongelooflijk. Ik dacht dat hij er binnen was, maar de scheidsrechter vindt, die wil het toch nog een beetje spannend houden. Nou, vooruit. Maar het maakt Maurice de Ruiter in principe niks uit. Want of het nou een penalty is of een vrije trap, hij trapt hem er toch gewoon in. Ik denk dat Maurice vanaf deze afstand makkelijker scoort dan via een penalty. Maar dit was wel weer een weergaloze actie van de Ruiter. In één keer is hij weg. In één keer passeert hij twee spelers. Eerst één, daarna twee en vervolgens ook nog een keer de rest. En alleen een overtreding kan hem afhouden van een doelpunt. Maurice de Ruiter. Nou, binnenkant paal. Rechterpaal, dacht ik. Komt hij? Nee hoor, Osturk. Daar laat IJsselmeer volgens toch zien dat ze heel redelijk balletje kunnen trappen. Daar wederom. Justiana. En daar natuurlijk. Ja. Danny van der Meijerakker. Van der Meijerakker. Die daar toch scoort namens IJsselmeervogels. Ex-Doskampen. Kopt daar de bal door naar Pilon. 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 Ja, die is sneller. Die is sneller dan de keeper. Maar ook Camelia. Die is heel snel. Wow. Dit was toch een kansje. Hoge bal. En daar. Bijna de 2-0. Maar Roald de Vries weet de bal daar van de lijn te houden. Daniel van Warven, wat doe je daar dan? Maak je het, de verdediging weer lastig mee. Paas naar Basil Camara. Osturk. Oh, die wordt daar toch nog even lekker aangetikt. Scheidsrechter. Hij zegt scheids. Heb je dat niet gezien? Maar gelijk is hij alweer in beweging. Osturk, ja, kijk. Dit is dus typisch Oktay. En wat gaat hij doen? Hij gaat scoren! Dit is dus Oktay Osturk. Niet te geloven. Dan denk je dat hij helemaal zoek gespeeld wordt. En dat hij denkt, hey, scheidsrechter, wat doe je nou? Dit was toch een overtreding? Nee, hij gaat gewoon door. Een echte winnaar, een echte rode. Maar het is wel een ex-rode. Pilon, gelijk weer lekker bezig. Goeie actie. Olivier Pilon. In samenwerking met Roald de Vries. Olivier Pilon. Roald de Vries. Het is toch een heerlijkheid als je dat jong ziet voetballen. Oh, mooi schot. Oktay, Osturk. Niet te kijken, maar ja, ja. Ja, daar prima gespeeld. IJsselmeervogels. En, oh ja, dit was toch heel duidelijk een kans. Mike van der Laar. Die even wat verkeerd mikte. Van Riel. Goed gezien. Jeffrey Buitenhuis. Wederom, initiatief. IJsselmeervogels. Markiet. Markiet. Prachtig doelpunt, Markiet. Schitterend doelpunt. En ook de supporters van IJsselmeervogels zijn heel goed. Heel goed.
Ja, la, 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 la. Markiet. 90 minuten staat op de klok. Ik ben benieuwd hoe lang die laat doorspelen. Bal goed doorgekopt. Kan Van Hussen daar nog wat mee? Kan die erbij? Nee. Wel de nummer 3, Jeffrey Buitenhuis. De scheidsrechter maakt er een eind aan. De winnaar van Harry Hamstra Cup is IJsselmeervogels. DVS heeft prima partij geboden. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende wedstrijd.